allemaal, welkom bij Fem. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je deze vrolijke paasnagels kunt maken. Het is heel erg makkelijk, maar het ziet er wel gewoon heel vrolijk en feestelijk uit. En ik ga jullie helemaal laten zien hoe je dit kunt maken. Ik zal eerst eventjes vertellen wat je allemaal nodig hebt. Sowieso een licht lakje als basis. Ik heb nu deze lichtblauwe van Barry M gebruikt. Maar je kunt bijvoorbeeld ook heel mooi mintgroen of geel of persik doen. Eigenlijk gewoon net waar je zin in hebt. Verder heb je nog nodig een licht roze lak, een witte lak, een zwarte lak en een topcoat om het af te maken. Om de nail art te maken heb je natuurlijk ook nog wat dingetjes nodig. Ik gebruik een paar verschillende kwastjes. Dit is er eentje van Essence. Ik heb er nog twee van Kiko. Dat zijn de twee bovenste. Je kunt bijvoorbeeld ook een eyeliner kwastje gebruiken die van synthetische haartjes is. Of je kunt bijvoorbeeld ook kwastjes kopen die je bijvoorbeeld in een schilderswinkel kunt kopen. Die kun je ook prima met nagellak gebruiken. Ik gebruik nog een dotting tool. Dit is een dubbelzijdige van Essence. Die heeft aan de ene kant een groot bolletje, aan de andere kant een klein bolletje. En nog wat wattenstaafjes om het straks schoon te maken. En ik heb natuurlijk nog wat aluminiumfolie bij de hand. En ik heb ook nog wat wattenschijfjes om het zo meteen nog mijn kwastje schoon te maken tussendoor. Ik ga beginnen met deze witte nagellak. En daarmee ga ik een aantal details op vier van mijn nagels maken. Ik doe daarvan een beetje op de aluminiumfolie. En dan kan ik daar zo meteen heel makkelijk een kwastje in dippen. Op mijn duim ga ik horizontale streepjes zetten. En ik begin ongeveer hier met de eerste streep. En dan kan ik er zo nog voor kiezen om het nog lager open te doen. Ik ga nu verder met mijn wijsvinger. En daar ga ik wat schuine lijntjes op aanbrengen. Zoals je ziet is deze nagel een beetje zielig. Want ik had mezelf in mijn nagel gesneden. Heel handig. Maar hij is dus nu afgebroken. Dus hij moet eventjes aangroeien. Maar zoals je ziet kan deze nail art heel erg makkelijk. Ook met korte nagels. Ik begin denk ik eventjes halverwege, want dat is wel zo makkelijk. En dan ga ik zo de boven- en de onderkant doen. De schuine lijnen zitten erop. Niet helemaal perfect, maar dat hoeft op zich ook niet. Dit is een beetje een luchtige, vrolijke nail art en dat hoeft nooit helemaal perfect te zijn. Ik ga verder met mijn middelvinger. En daar ga ik stipjes zetten en daar ga ik mijn dotting tool voor gebruiken. Deze dotting tool heeft twee kanten en ik gebruik het grootste bolletje omdat ik dat het mooiste effect vind geven. Ik begin gewoon met een rij stipjes en dat doe ik hier bovenaan. Zo. Zo, dat is de eerste rij stipjes en wat ik dan doe is dat ik de rij daaronder zo precies ertussen doe. Dan krijg je een beetje een speels effect. Dan zitten de stipjes ook mooi verdeeld. Tada! En dat zijn de stipjes. Super simpel. Dit is trouwens ook nog wel leuk. Want je kunt bijvoorbeeld ook je nagels in vijf verschillende lichte kleuren lakken. En dan gewoon op allemaal witte stipjes doen. Dan heb je ook paasnagels. Op mijn ringvinger ga ik zo meteen het konijntje doen. Dus die laat ik nog even leeg. Maar ik ga ondertussen verder met mijn pink. En daar ga ik een soort ruitjesmotief aanbrengen. Ik trek eerst gewoon rechte lijnen omhoog. Het is echt super simpel. Zo. Ik hou ook altijd wel van simpele nail art. Het moet niet te ingewikkeld zijn. Zo, deze lijnen zitten erop. En dan ga ik nu horizontale lijnen trekken. Zodat het een ruitje wordt. Het begin is klaar. Ik heb hier dus nu een ruitje zitten. Ik heb stipjes, ik heb schuine streepjes en ik heb hier nog rechte streepjes. En dan is het tijd voor het konijntje. Ik gebruik hiervoor een plat nail art kwastje. Zoals ik net al zei, je kunt hier bijvoorbeeld ook een eyeliner kwastje of wat dan ook voor gebruiken. Zolang het maar van synthetische haren is. Ik gebruik hiervoor weer de witte nagellak. En daarmee ga ik een soort ovaaltje op mijn nagel tekenen. Zo. Zorg er trouwens voor dat je een beetje een goed dekkende witte nagellak gebruikt. Zoals je ziet is deze niet helemaal dekkend, dus ik zal er zo twee keer overheen moeten. Ik ga dus nu een ovaaltje maken. En eigenlijk gewoon tot ongeveer een derde van de nagel. Ik heb hier vast het hoofdje van het konijn, of de paashaas in de paasveren. En ik ga nu de oortjes toevoegen. En dat, ik trek gewoon, zo oortjes. Ietsje langer. Zo, oortje nummer 1.
Dit is het silhouet van het konijn. Ik laat het nu eventjes drogen, want omdat we er zo met andere nagellak overheen gaan, krijg je anders het risico dat je een beetje van die stroperige massa krijgt. Dus dan is het handig om het nu gewoon even goed te laten drogen. De nagellak is inmiddels redelijk droog, dus ik ga verder met de rest van het konijn. En daarvoor ga ik de roze nagellak gebruiken die ik net al even liet zien. En hiermee ga ik de oortjes maken, nog verder afmaken en het snuitje. Ik heb dus nu een beetje van de roze lak op de aluminiumfolie gedaan. Ik heb een ander nail art kwastje erbij gepakt. Deze iets smaller, maar je kunt er ook gewoon hetzelfde kwastje voor gebruiken. En hiermee ga ik de oortjes als het ware inkleuren. Dus ik zet gewoon een roze streepje hier zo in het oortje. Dan krijg je van die schattige konijnenoortjes. Zo, en ik zet ook nog precies hier in het midden. Maak ik een snuitje. Nou, dus ongeveer een rondje. Nou, zo goed. Als finishing touch ga ik het konijn nog wat snorharen en oogjes geven. Ik begin met de snorharen. Ik gebruik ervoor het dunne kwastje wat ik net ook al heb gebruikt. Ik haal het even door de zwarte nagellak heen. En daarmee maak je gewoon, hup, snorhaar nummer 1. Dat is een zeer subtiele snorhaar, zo. En snorhaar nummer 2. Tadaa. En dan gebruik ik nog de dotting tool. En deze keer gebruik ik de smalle kant. En daarmee ga ik hem nog wat oogjes geven. Die dip je er gewoon in. Nou, ik denk dat hier zo. Zo, oogje nummer 1. Konijn heeft oogjes, snorharen, hij is compleet. Nail art is pas echt af als je er ook nog even topcoat over aanbrengt, dus dat ga ik nu doen. En dat blijft meteen veel mooier zitten, maar het ziet er ook meteen afgemaakt eruit. Ik heb nog even een wattenstaafje in wat nagellak remover gedipt en daarmee ga ik nog even wat kleine dingetjes weghalen, zoals hier nog wat uitgeschoten nagellak, zodat het helemaal netjes is. Tadaa, dit zijn je paasnagels. Ik wens jullie hele fijne paasdagen. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en tot de volgende keer. Doei! Ik ga jullie vandaag meenemen. Ik heb zo direct een Babyliss event en daar wordt mijn haar gedaan. En het leek me wel leuk om dat te gaan filmen. Dus vandaag...